Iedereen, naar je kamer, nu meteen! Ik wil niemand meer in die auto zien voor 7 uur, begrepen? Genoeg! Dat was mijn eerste auto. En mijn vaders eerste auto. En zijn vaders eerste auto. Oké, iedereen, terug naar binnen. Het uitje gaat niet door. Jullie gaan dit weekend samen in de huiskamer zitten totdat jullie normaal met elkaar kunnen omgaan. Goedenavond. Ik wil heel graag iets zeggen. Er komt een tijd in het leven van ieder kind dat hij het kinderlijke achter zich laat en een stap voorwaarts zet in de volwassen wereld. Wat wil je zeggen, Lincoln? Oké. Ik vind dat ik niet meer thuis hoor aan de kindertafel. Ik wil aan de grote mensentafel zitten. Nou, ik denk dat hij er klaar voor is. Dat denk ik ook. Yes! Woehoe! Is dat mijn pak? Lever, ik dacht dat we kipnuggets zouden eten. Dat is voor de kleintjes, lieverd. Aan de grote mensentafel eten we grote mensen eten. En dat is maar goed ook. Levervork. En Lin, hoe ging je wiskundeproefwerk vandaag? Goed, mam. Ik denk dat ik de 5 getallen goed heb gedaan. Zeg, Laurie, ik hoor dat Bobby's vader een hernia-operatie heeft gehad. Hoe ging het? Oké, denk ik. Hé, ik hoorde een goede grap vandaag. Geen grappen aan de grote mensentafel. En niet zingen, broer. Bonen, bonen, dat is een feest! Hoe meer je eet, hoe harder! Valt er iets te lachen, Lincoln? Niet aan deze tafel. Dus we hadden die onderhoudsmonteur niet nodig gehad. De stekker was uit het kopieerapparaat. Nou, dat is ook wat. Ja. Oké, jullie mogen van tafel. Moeder, volgens mij bent u iets vergeten. Het toetje? Oh, dat is alleen voor de kleintjes. Oh, dat meent u niet! Ik bedoel, dat geeft toch niet? Dat zijn toch alleen maar calorieën. Dat klopt, jongen. Zeg, hoe voelt het nou om bij de volwassenen te zitten, hè? Het is precies wat ik me had voorgesteld. Bonen, bonen, dat is het feest! Hoe meer je eet, hoe harder je... Nu met z'n allen! Lincoln Herrie, zo is het genoeg! Ik dacht dat je klaar was voor de grote mensentafel, maar dat ben je duidelijk nog niet. Je bent een taaie, mam, maar eerlijk, later! Eindelijk een beetje rust en vrede. Zei jij nou vrede? Oké, dat is hem. Leni, een beetje naar links. Ja, andere links. Perfect. Kan iemand Lily pakken? Dank je. Goed, nu nog de timer aanzetten. Iedereen zegt cheese. Cheese! Wanneer flitst u nou? Mijn kaken verkrampen. Geef het een secondje. Ik wist het, dit wordt niks. Kom, we gaan selfies maken. Ik vind die foto een hoop geneuzel. Doe nou, Wendy, gaan jullie dragen op de foto? Oh, kijk toch niet zo glazig. Wat deze foto nodig heeft, is muziek. Nee. Op een foto zit geen muziek! Jij verpest de hele foto. Misschien moet je die rare pet afdoen. Misschien moet jij je rare gezicht afdoen. Omdat we nu toch niet meer op de foto gaan. Ik heb nog wel leuk om op. Nee, waar is je leier? Lin Junior! Oké, we zijn klaar met de föhn. Wij gaan krullen! Leni Herrie! Staat in de huiskamer! Wat is dit hier? Hé, gozer, ik zie jou niet op de lijst staan. Luna Herrie! Welkom op een typische zaterdagochtend in Huize Herrie. Het is een gekkenhuis, maar daar houden we juist van. Wij alle 11. 11 is veel te veel. Ik kan er niet meer tegen. We kunnen ze toch niet wegdoen? Ik ben aan ze gehecht. Ik weet dat je dat bent, lieverd. Maar ze zijn zo wanstaltig en schreeuwerig. Praten ze nou over ons? Wat kan wel lopen, maar kan wel. Het spijt me, maar ik ben vastbesloten. gesloten. Ik wil ze allemaal het huis uit hebben, op de stoep, zodat de vuilniswagen ze mee kan nemen. Vuilniswagen? Maar ik hou van mijn stropdasverzameling. Stoere dassen zijn mijn ding. Lieverd, ze zijn niet om aan te zien. Maar deze wel. Dit is een discofeestje om je nek. Ik vraag me af of hier een waterglijbaan in past. Het spijt me, lieverd, maar ik kan geen favoriet kiezen. Het is te moeilijk. Best, maar kunnen we er dan eentje wegdoen? Eentje, maar ik smeek het je. Oké, dan doen we... Die witte, die doen we weg. Weet je, ik weet niet eens of u wel voor mij is. Je bedoelt die das voor Pasen. Lieverd, niemand loopt met een paashaas om zijn nek. Ik ben blij dat je die tenminste wegdoet. Wat is dit? Met zijn witte haar. Witte haar? Oh, je bedoelt mijn witte haasdas. Witte haasdas? Ja, hij is best leuk, toch? Weet je, dat zijn ze allemaal. Lieverd, ik ga geen enkele stropdas wegdoen. Stropdas? Jullie hadden het over een stropdas? Natuurlijk. Waar denk jij dan dat we het over hadden? Niks hoor. Wij dachten dat jullie ons weg wilden doen. Oh, dat zouden we nooit doen. Jullie zijn de beste 10 dingen die ons ooit zijn overkomen. Het zijn er 11, schat. Ja, klopt. Ja! Pap zou die absoluut weg moeten doen. Heeft iemand mijn cd's gezien? Ik moet oefenen voor de karaokeavond. La 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 la. Ik zeg het tegen pap! Allemaal waar, maar dit keer was ik het echt niet. Ik zweer het. Ha, daar gaat mijn zaterdag. Laat die ontstoppen maar zitten, pap. Dit is een klasse 5 verstopping. Dit vraagt om dikke Bertha. Goed, meneer, trek mijn cd's door de play. Ik neem aan dat jij hierachter zit. Nee, pap, echt waar. Dit keer was ik het niet. Nou, iemand heeft het gedaan, want wc's verstoppen niet vanzelf. Jullie hebben allemaal huisarrest tot iemand het opbiecht. Maar pap, dat kun je niet doen. De conventie begint bijna en ik wil een handtekening om een EC-strip. Tot ik weet wie het gedaan heeft, heeft iedereen straf. Nee! Misschien is er iets mis met mijn ecometer. Of niet? Wat kan ik doen? In zo'n grote familie is onze eco-voetafdrukmaatje 56 extra breed. We gebruiken een hoop elektriciteit. Bobby, je ziet er op al mijn apparaten zo knap uit. Tadaa! Fossiele brandstof. Water. Spuitbusgassen, niet biologisch afbreekbaar afval. En had ik elektriciteit al genoemd? Onze eco-voetafdruk moet minder worden. Hopelijk kan ik al mijn zussen meekrijgen. Of niet. Dus het kan zijn dat Frank nog leeft! Ah, een spin! En het klinkt alsof Leni hem heeft gevonden. Dat was Leni niet. Ik ken die geel. Oh, hallo meneer Herrie. Trick or treat! Ah, spin! Niks aan de hand. Pap is bang voor spin, hè? En hij heeft letterlijk meteen de ongediertebestrijding gebeld. Vader! 1, 2, 3, 4. Deze taak doe ik niet meer hier. Lincoln, wat ben jij nou weer aan het doen? Ik staak totdat iemand haar taak met mij wil ruilen. 5, 6, 7, 8. Ik heb al veel te lang gewacht. Maar wat moet ik dan nu met al die poep gaan doen? 9, 10, 12 en 11. Moet maar niet, doe het lekker zelf. Stop met in leuzen te praten. 13, 14, 15, 16. Denk je dat we moeten ingrijpen, liever? Nee, nog niet. Ik ben benieuwd wat hij op 16 gaat rijmen. En misschien moeten we de kinderen dit zelf laten oplossen. Ze kunnen er wat van leren. Goed idee. In dat geval is het tijd voor Jigsaw Herrie om weer te gaan puzzelen. We hadden toch afgesproken die naam niet meer te gebruiken. Laurie, waar zijn mijn schone kleren? Kleren. Oh, heb ik niet gewassen. En waarom niet? Ha! Ga jij nou ook staken? We gaan allemaal staken, totdat jij jouw staking stopt. Dat betekent geen schone was, geen schone vaat, niet stofzuigen. En ook geen boekhouding. Jeannette, sluit stroom en water maar af. We gaan van het net af. Nou, veel geluk, want ik geef mooi niet op. En wij ook niet. 1, 2, 3, 4. Om jouw was geef ik geen zier. Taak! Huh? Waar is dat goed voor? Zeker weten niks, joh. Nog een keer. Nu wel ingrijpen? Ach nee, laten we de kinderen nog wat tijd geven om er zelf uit te komen. Pet, wie heeft zin in ronde 2? Huize Herrie gooit nog lekker een puzzel in de hussel. Nu moeten we toch wel ingrijpen? Ik denk nog steeds dat de kinderen het zelf kunnen oplossen. Trouwens, het heeft er wel eens erger uitgezien. Oh, kom hier, liefie. Ronde 3 met Huize Herrie. Oké, onze taken zijn allemaal gedaan, maar Lily is nog steeds zoek. Dit is allemaal mijn schuld. De rest van mijn leven zal ik achtervolgd worden door haar lieflijke gegiegel. Lincoln, waar heb je het over? Mam, ik beken. Lily is niet weg. Was ze al die tijd al bij jullie? Natuurlijk, je dacht toch niet dat we haar in die troep lieten zitten? We zijn trots op hoe jullie dit opgelost hebben. Goed, wie wil er aan de slag met de P van Uzzle? Wie? 1, 2, 3, 4, zonder hoog en rustig hier! En wat nu, Jiggy? Ja, dit is nogal een puzzel. Kun je me zo nog eens noemen? Jiggy. Yes! Lief van je om je bonus van het werk aan hun te geven. Ga je ooit nog vertellen dat jij de Lize de Munten bent? Nee. Ik moet toegeven, het is leuker ze geld te zien delen dan dat ze erom vechten. Ja, allemaal deel van de Lize haar plan. Was het huis verwoesten ook deel van de Lize haar plan? Nee, niet bepaald. Ah, dan zeg ik de Lize de schoonmaak. Centen. In Huize Herrie is helaas nooit zoveel geld te vinden. Maar als het er wel is, is het fijn om te weten dat de kinderen het vanaf nu zullen delen. Oeh, 10 cent! Die zal ik dan maar voor mezelf houden. Dank je dat ik Prinsessenkanaal kan kijken, papi. Graag gedaan, liefie. Het was of dat, of het sportkanaal. En wie wil dat nou? Dus ik dacht, dit keer zal ik niet op Lily passen, zodat pap mee kan naar tante Truus. Nee, jongen. Ik wil je het uitje naar je tante niet ontnemen. En ik weet niet of jij al klaar bent om voor Lily te zorgen, toch? Toch? Maar ik heb massa's geleerd over oppassen van Laurie en Leni. En natuurlijk de echte profs. Jullie twee. Hij heeft een punt, lieverd. En het is een win-win. Jij kan fijn de hele dag bij Truus zijn. Goed, je hoeft haar alleen maar eten te geven, te verschonen en haar naar bed te brengen voor een dutje. Als ik haar extra teen te zien krijg, werkelijk dan. Ik zei tegen Lincoln dat ik hem zou helpen met rekenen. Oh, dan ben ik jouw pluspunt. Snap je? Oh ja. Hij is van mij! Hij wil je het eerst geven, hij deed het! Nee, nummer 3. Zeg Laurie dat ik me alle jurken nog herinner die ze ooit droeg. Stoppen met vechten! Oké, mam en pap. Dan gaan jullie nu zeker Lincoln helpen met zijn huiswerk. Hallo. Weet je waar ik zin in heb? Een familie meezingen. 1, 2, 3. Nader onder een hoek van 63 graden. Oh. Correctie. 62 graden. Hoi, onze ouders. Wij vroegen ons net af hoe jullie elkaar ontmoet hebben. Meen je dat? Jullie vader heeft dat verhaal al 1000 keer verteld. Nou, lieverd, als ze het zo graag willen... En toen liep je moeder voorbij. In een outfit die het verkeer kon stilleggen. Dat was mijn uniform. Ik was een klaar over. Klink, alles in orde? We komen naar binnen. Och, lieverd, wat is er aan de hand? Dus de treinen passeren elkaar precies om 4 uur 's middags. Huiswerk klaar. Jij hebt onze hulp duidelijk niet nodig. Een van de voordelen van een grote familie hebben is dat iemand je altijd dekt. Ik kan altijd rekenen op de hulp van mijn zussen en zij altijd op de mijne. Had hij nou een helm op? Het werkte! Het is ons letterlijk... Willen jullie vertellen wat hier aan de hand is? Niks hoor! Leuk geprobeerd. Huisarrest, allemaal! Mam, pap, de waarheid is dat we vandaag allemaal iets heel graag wilden doen. En daarom waren we elkaar aan het indekken. Maar alleen maar voor heel even. En we zouden onze voorjaarsschoonmaak absoluut doen. Pinky zweren. Wacht eens even. Oké, daar is hij. Dit ziet er niet goed uit. Maar aan de andere kant, is het niet gaaf dat we zo voor elkaar opkomen? Ja, dat is gaaf. Maar mensen bedriegen is dat niet. Dus dit is wat we gaan doen. De voorjaarsschoonmaak wordt verplaatst naar morgen, zodat jullie vandaag die belangrijke dingen kunnen doen. Er zit één maar aan vast. Jullie blijven de kleren dragen die jullie nu aan hebben. Hier is je eten, Lincoln. Bedankt, mam. Hey, wil je me helpen met mijn natuurkundeproject? Ik moet een vulkaan bouwen. Tuurlijk, lieverd. Over 5 minuutjes. Leni en ik gaan make-up opdoen oefenen. Hey pap, kun je me helpen met mijn vulkaan? Tuurlijk, jongen. Over 5 minuutjes. Ik geef Leni eerst wat honkbaltips. En hier is de eerste tip. Nooit in huis spelen met een bal. En je doet het al veel beter, Leni, maar het eindigt nog steeds een beetje clownesk. Mam, kunnen we nu aan mijn vulkaan werken? Oh, 5 minuutjes, lieverd. Ik heb Lori beloofd om met haar meidenbladquiz te doen. Maar ik kan best wel hulp gebruiken. Pap, kun je... Nog 5 minuutjes, man. Ik heb Luna beloofd te helpen met een paar funky grooves. Ha! Hey, pap, ik heb de wc verstopt. Kun jij me leren hoe ik het moet maken? 5 minuutjes, Lincoln. Ik bedoel Lana. Oh, Lincoln, daar ben je. Ik heb nog een paar spulletjes voor je vulkaan. En ik heb speciale tomatensaus gemaakt als lava. Wow, bedankt. Jullie zijn mijn vulkaan niet vergeten. Natuurlijk niet. We zouden je toch helpen? We hadden gewoon nog even geen tijd. Sorry dat het zo lang duurde, lieverd. Heb je iets met je bakkenbaarden gedaan? We hebben Clyde's vader gesloopt. Jullie hebben wat? We hadden heel veel plezier toen er opeens iets knapte bij ze. Ze stopte ons in een auto en bracht ons naar huis. Ik heb geen idee wat dit veroorzaakt heeft. Ik vroeg alleen of we mochten logeren. Niet iedereen kan 11 kinderen aan zoals papa en mam dat kunnen. Hey pap, wat vond je van mijn aanstaande bruid, Lori? Welke was dat? Het waren er zoveel. Excuseer, we hadden alleen nog maar diepvriesmaaltijden. Pap, je bent ze vergeten op... Ik denk dat ik mijn ouders behoorlijk heb onderschat. Ook al duurt het een tijdje, uiteindelijk hebben ze tijd voor ons allemaal. Elke dag. Geen wonder dat pap een vette kortslip heeft. Wow, wow, wow. Rustig. 5 minuutjes, meiden. Nu helpen we Lincoln. Hij is klaar. Tromgeroffel graag. 3, 2, 1... En zo bracht de jonge ridder prinses Taylor terug naar haar toren. 5 minuten voor de avondklok en niemand werd gestraft en alles liep goed af. Einde. Welterusten, liefje. Hey, waar dacht u nou naartoe te gaan? Meer ridderenpaardenverhalen! Een keuken vol met taart? Dit is papa's geluksdag! We schoten een beetje te veel uit met het zout. Inderdaad, dat zou je wel kunnen zeggen. Oh. Goeie pap. Wat is er met de meubels gebeurd? Nou, we raakten zeg maar verzeild in een wedstrijdje. Ja, en we hebben zeg maar alles verkocht. Oh, jullie hebben allemaal zeg maar huisarrest. En dat is terecht. En geloof me, we hebben ons lesje geleerd. Geen wedstrijdjes meer. Ja, absoluut. Ja, zeker. Inderdaad. Ja. Wel jammer, want ik had een overwinningskans waar jullie niet aan kunnen tippen. Pst, dat betwijfel ik. Die kans is heel klein. Oh ja, let maar op. Woe, woe. Deze billen gaan lekker shaken, shaken. Go Lincoln, beste billen shake. Tjoe, tjoe. Oh ja, beste billen shake. Noem je dat een overwinningskans? Go Lana, go Lana. Beter, beter. Waarom heb je überhaupt billen als dat letterlijk alles is wat je ermee doet? Alsjeblieft. Dit is hoe je een overwinningsdans doet. Go mom. Shake die billen. Ah, houd toch op zeg. Kijk maar eens goed naar de gula shaker. Go pap. Doe de shakedown. Oh yeah. Oké, nu weten jullie van wie we het hebben. Je kent het wel. De appel valt niet ver van de boom. Lincoln, waarom ga je niet naar buiten? Het is niet gezond om de hele dag binnen te zitten en videogames te spelen. Nou, weet je, mam, uit onderzoek blijkt... Naar buiten! Juist. Dat is niet wat ik bedoelde. Je moet wat meer gaan bewegen. En ik weet iets heel geschikt. Goeie training, hè, jongen? Ik voel het branden, pap. De laatste bij de eetheid betaalt de zachte pretzels. Oh, hoi, pap. Ik moet zeker de pretzels betalen. Zie je? Bewegen kan heel leuk zijn. Ik zie het nu echt glashelder, mam. Lincoln, misschien wordt het tijd voor andere maatregelen. Welke maatregelen? Voetbal? Kom op, mam. Je weet dat sport niks voor mij is. Weet ik, lieverd, maar je liet me geen keuze. Linksom of rechtsom, je moet meer gaan bewegen. Mam, wacht! Kijk, ik ben al aan het bewegen. Au, au, ik heb beenkramp. Zo, jij dacht dat je hiermee weg kon komen, hè? Maar ik... Je familie niet vertellen dat je een voetbalster bent? Publiek houdt van Herrie. Die kop heb ik niet meer gezien sinds mijn breakdance-dagen. We zijn zo trots op je, jongen. We komen morgen allemaal naar de wedstrijd kijken. Allemaal? Reken maar. En als je nieuwe moves nodig hebt voor je touchdown-dans... Kakaka, tjekaka, bang. Oh, ik ben cool, ik ben cool, ik ben cool. Hekkakaka, kakaka. Zeg het maar even als je wil uitblazen, pap. Dat is een goeie, lieverd. Jouw humor is zo rustig. Oh, sorry, lieverd. Je vader is ook zo'n blaaskaak. De Harvester. Vrijdag in de bioscoop. Lincoln. Jij gaat niet naar die film. Hij is te eng voor jou. Hij loopt rond met een koelbox vol organen. Mam. Je weet wat er gebeurt. Je krijgt nachtmerries. Je denkt dat er iets is wat jou wil grijpen. Je bent net als je vader. Dat is volkomen overdreven. En even los daarvan, er wordt niet meer naar die trailer gekeken in dit huis, hè? Kom op, mam. Ik ben geen kleuter. Ik kan dit best aan. Het is nee en daar blijf ik bij. Schat, heb jij de taart gezien die ik voor de inzamelingsactie van school heb gebakken? Nee, ik heb je worteltaart niet gezien. Hoe wist je dat het worteltaart was? Lincoln, daar ben je. Lieverd, je vader en ik hebben gepraat en we vinden dat je gelijk hebt. Je bent geen baby meer en dus moeten we je ook niet zo behandelen. Nee, als jij denkt dat jij een horrorfilm aan kunt, dan geloven we je. En verrassing, we hebben 3 kaartjes gekocht. We gaan met je mee. Oeh, kijk nou, die enge poster. Dit gaat ontzettend leuk worden. Ja, ontzettend leuk. Ik kan niet wachten. Ah! 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 Daar, daar! Ah! Lincoln, wat is er? Ik kan het niet. Mam, pap, het spijt me. Ik heb de film gisteren gezien, ook al mocht het niet van je. En je had gelijk. Ik kan het nog niet aan. Ik was zo bang. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Toedwing me niet om nog eens te gaan. Ja, ik ben niet blij dat je de film bent gaan zien zonder onze toestemming. Maar het klinkt alsof je genoeg gestraft bent. Ik zal het niet meer doen, mam. Kunnen we nu alsjeblieft naar Blarney gaan kijken? Tuurlijk, jongen. Maar liever, dan moeten we nog eens gaan. Want je weet hoeveel ik van enge films houd. De Harvester! Blijf van mijn nieren af! Wat is er met jou aan de hand, Herrie? Nooit iemand een zak chips horen openen? Nogmaals, sorry wat mijn zussen betreft. Zullen we in mijn kamer studeren? Toppie, cheerio, hip-hop en dat soort dingen. Lynn Herrie senior. Ik heb een paar jaar college gevolgd in good old England. Zoveel herinneringen. Bacon en eggs, rijden in de metro. Ah, juist, meters. Oh, Hugo, mijn raam zit letterlijk muurvast en ik heb een sterk iemand nodig om het te openen. Fish and chip. Hello, governor. Op de kop getikt in de old Buckingham Palace gift shop. Slechte tv-ontvangst. Nee, iemand even te pakken! Zucht. 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 Oké, dit doe je nu al 10 minuten. Wat is er, Loes? Niet verder vertellen. Maar ik lees nu een nieuwe boekenreeks over een weerwolf. En nu voelt het alsof ik Edwin bedrieg. Ik zou bij de vampier blijven. Weerwolven zijn harig en vies. Ugh. Daarom moet ze nou juist voor een weerwolf gaan. Oeh. Maar Edwin was haar eerste liefde. Is Lucy niet een beetje te jong voor die boeken? Wel nee, lieverd. Toen ik een meisje was, las ik een reeks over een leuke houthakker. Sorry, kinderen. Totdat de stroomdraden vernieuwd zijn, is er geen tv of internet. Ho, ho! Geen reden tot paniek! Ik heb iets om de tijd door te komen. Raad eens wat jullie ouwe hier vond. Een wireless hotspot? Nee, veel beter. Mijn oude pionierjongenboeken van toen ik jong was. Ze gaan over een kranige jongen en zijn familie die door Amerika trekken in een huifkar. Dit gaan jullie fantastisch vinden. Vrees niet, meisje. 1 drup van mijn mugwump elixir verzacht elke pijnscheut. Oké, meiden. Het is tijd om operatie Schilder het verfloze huis... om mam en pap het mooiste trouwdagcadeau ooit te geven... en bedenk ook een kortere naam voor deze operatie. Te beginnen! Ik vind nog steeds dat 2 grafplekken naast elkaar een beter cadeau is. Niets is romantischer dan de eeuwigheid. Ze zijn terug! Verfkwasten neer! Verrassing! Gefeliciteerd met jullie trouwdag! Grote griebus! En, vinden jullie het mooi? Mooiste trouwdagcadeau ooit! Ah, wat is dat gruwelijke geluid? Is de kat met ratten aan het vechten? Nee, pap, wij zijn het. We beginnen een familieband. Oh, weet je, je oude vader zat ook ooit in een band. Ook al eindigt het nogal dissonant. Gast! 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 Je ligt uit de band. Aww. Je mag wel aan onze band. Ja! Nou, als jullie zo aandringen... Kapauw! Ik hoop oprecht dat dat niet besmettelijk is. Pap, het spijt me! Kom alsjeblieft terug bij de band! Er is geen loon! Zonder jou! Ben je dat? Ja! Jongeman, stop deze rit! Oh. Excuses aanvaard. De bel is terug! Mam, we hebben jou ook nodig. Oh, lieverd, ik kan helemaal niet spelen. Dat is niet erg, wij ook niet. Maar we gaan wel lol maken. Hoe rampzalig. Het is besmettelijk. Plastic zak, waaien door de straten. Voelt zich zo leeg, ja, voelt zich verlaten. Hey, kijk eens, de moonwalk overdag. Oh! Luna, pak een solo. Nee, dit is een familieband, broer. Ja, maar jij bent de enige die echt kan spelen. Bob, kom wel solo. Meen je dat? Oh, ik wist dat het ooit zou gebeuren. Oké, daar gaat ie. Lincoln Herrie, waar ben jij geweest? En wat is dat aan je voeten? Dat is een lang verhaal. Maar het belangrijkste is, ik heb je notitieboek. Wat is er gebeurd? Neem maar lekker een lolly. Dus ik sprong in de cementbak en pakte het notitieboek, maar het was blijkbaar al te laat. Lincoln, je loog tegen mij, je glipte weg en je hebt al mijn werk verknald. Het spijt me heel erg ontzettend, mam. Maar je hebt me misschien wel een gunst bewezen. Ik heb wat gedaan? Kijk, ik schreef over een tandartsassistent die uitgekeken is op haar werk en tegen haar goudvis praat. Maar eerlijk gezegd sloeg het nergens op. Maar jij gaf me net een beter idee. Ik ga schrijven over een onverschrokken deurval met wit haar. Dr. Feinstein? Nee, Suffie, over jou. Wauw, dat is te gek. Het spijt me voor alles wat ik heb uitgehaald. Het was hartstikke lief dat je me mee wilde nemen. Dat is oké, liefie. Goed, kom mee, we gaan naar huis. Ik heb zo'n zin om te gaan schrijven. Mam? Oh, ja, sorry. Hier, neem maar een lolly. Dit kan een beetje prikken. Maar vertel me nog eens hoe je die vuilniswagen achtervolgde. Ik heb een beter idee. Oh, we zijn weer thuis. Oh. Haha, opnieuw een succesvolle neem je dochter mee naar een werkdag. Hè, meiden? Dat is zo leuk! Margie vond ik het alleraardigst, pap. Wat betekent eigenlijk arbeidsongeschikt? Ik vraag me af waar jullie moeder en Lincoln zijn. Ik vind het wel zielig voor ze. Ik weet dat ze letterlijk de allersaaiste dag ooit hadden.